Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Crazy Walls. We gaan vandaag weer lekker Crazy Walls spelen, de facecam staat ook weer aan, want ik weet dat jullie dat heel erg leuk vinden. Voordat er rechts gekomen van Duffy, de facecam loopt achter. Ik weet het, niet dat ik dat goed... Ja, ik kan het op zich wel goed zetten, alleen wat ik ook wel vaak natuurlijk in de reactie heb gezegd, dan gaat hij binnen de kortste keren weer, weet dat? Gaat hij eigenlijk weer achterlopen, waarom? Deze cam is al wat ouder, het is wel een HD cam, alleen ik moet even een nieuwe gaan kopen. Maar hey, dat kan nu niet, want ik ben nu op vakantie, jullie dit kijken. Mocht je die video waarin ik dat vertel niet hebben gezien, dat is Blitz Survival Games aflevering 673 uit mijn hoofd. En mocht je dat gemist hebben, kan je dat daar natuurlijk gewoon even checken. Hoe en wat allemaal. Maar hey, dat kan je vandaag allemaal checken. In ieder geval vandaag Crazy Walls. Normaal gesproken zou ik dit natuurlijk altijd even gaan skippen, het minen. Maar op zich is dit mine altijd, ik weet niet, het valt op zich reuze mee. En natuurlijk dat er Facebook misschien mensen allemaal kijken van, wauw, hoe gaat Duffy nou daadwerkelijk minen? Dus het gaat helemaal nergens op, maar hè, in ieder geval dat dus. Die doen we even aan, hoppatee. Ik weet niet, dat vind ik trouwens wel gek aan Redstone. Tuurlijk, het is een soort van powerblok, wat stroomglij, wat noemen. Wanneer je zo'n tikkie geeft zo, dan heb je een soort van torch in de muur zitten wat gewoon ja, licht geeft. Het is super handig, maar waarom ze het ooit hebben, waarom dat zo is, ik heb werkelijk geen idee. Ja, het geeft stroom, maar dan hoort het volgens mij geen licht te geven. Maar dat zijn weer dingen, daar denk Duffy over na en dat is helemaal niet boeiend voor jullie wat dat betreft. Wat misschien wel boeiend voor jullie is, mensen, klik gewoon eens even lekker een like aan. Bijvoorbeeld dank, ik ben natuurlijk nu op dit moment op vakantie. Maar dat betekent natuurlijk niet dat jullie mij niet blij kunnen maken met een like. Want het kan natuurlijk zijn dat ik op vakantie gewoon even speak van, hey, hoeveel likes zou die hebben? En het kan ook zo zijn dat ik natuurlijk als terugkom van vakantie en ik heb het helemaal niet gezien, zie ik in één keer van, holy shit, 3 miljoen likes. En dan, oké, dat is... Wow. Oké, dus als jullie dat doen, moet ik ondertussen echt op zoek gaan naar mijn kistjes met stuff erin. Mushroom heb ik voor mij niet zo heel vaak gespeeld. Maar dit begint nu wel een beetje een probleem te worden. Want ik heb letterlijk niet eens genoeg voor een diamond sword te halen. Dus dat is best wel een beetje dat je denkt van, really dude? Ik hoop dat ik hem kan vinden. Ik heb geen idee waar die zit. Hier in ieder geval niet. Oké, misschien onder deze boom. Je weet het nooit. Je weet het nooit. Ja, ik kan het ook allemaal weg. Schiet ik ook niks meer op. Misschien hier. Ja, kijk eens aan. Oké, hier zit in ieder geval een deel. Even kijken. Wat zien we nu hier? Kijk, emeralds. Gelukkig. We missen op zich nog wel een emerald. Ga dus even allemaal weg dit. Ga eens even allemaal weg. Misschien zit er een kist verstopt. Nee, niet. Oké. We missen nog steeds een emerald om een diamond sword met sharpness te halen. Is ook niet per se nodig. Maar het is natuurlijk wel fijn om te hebben. Meteen een diamond sword met sharpness. Maar ik denk dat wij hier genoegen mee moeten gaan nemen. Ga ik dat doen? Ik heb ook echt maar 7 gold gewoon. Hoeveel kisten heb ik gevonden? Pas 2. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Maar ik weet ook echt niet waar deze kisten moeten zitten. Misschien hier, maar ik heb er een hard hoofd in dat hier kisten zullen zitten. Nee, oké. Wacht, hier zou er nog ergens een kist kunnen zitten. Heb ik ergens onder de grond of zo? Please. Ik denk het niet, hè. Oké, ik heb ook nu nog maar 1,5 minuut. I tried, maar ik heb niks gevonden. Goed, dan moeten we nu keuzes gaan maken. We doen geen diamond gear, we doen die. Heal bottles doen we en we doen die. We hebben op zich wat dat betreft natuurlijk eigenlijk geen keuze. We moeten haast wel het op deze manier doen. Want we hebben gewoon te weinig stuff gekregen. En ja, it's pretty fucked up. Dus ja, dat dus. Uit. Iedereen, kom op, sharpness alsjeblieft, snel. Sharpness, nice. Oké, we zijn wat dat betreft, hebben we Gucci qua die. Dat is pretty fucked up, dat is helemaal fucked up. Oké, tenminste 1 keer protection, kop 2 keer. Nee, oei. Deze game kan heel erg lastig worden voor mij, aangezien ik dus daadwerkelijk maar, 1 keer protection heb. En dat is niet veel. Ik heb wel een wolf daarentegen, maar of dat heel veel uit gaat maken dat ik een wolf heb, I don't know. Dit gooi allemaal weg. Waarschijnlijk ga ik mezelf daar heel hard voor mijn kop verslaan dat ik dit nu allemaal weggooi. Maar toch doe ik het. Want ik ben een bad boy. Zo. Oké, we hebben nog 15 seconden. Terwijl ik jeuk het aan mijn neus. En wij gaan ons best doen. Ik zie hier meteen onze buurman. Bruh, ik zie jou heus wel. Ik weet niet, wat heb je iets van diamond of wat? Nee, oké. Goed, we gooien zo'n speedbottle. En wij gaan ervoor. Wij gaan onze buurman proberen te vermoorden. Let's freaking go. En kom op. Ah, silverfish. Nice. Hij valt diamond leggings, dat wel. Kom op. Kom op, Duffy. Je hebt hem. Nice, oké dan. Fuck jou, silverfish. Ga dood. Die zijn down. Super lucky blok moet aan. Hoppatee. We zien hier meteen de volgende. Oh, wacht even. HP erbij. Hoppatee. Oh, deze diamond boots. Kom hier. Ik op speed. Jij niet. Kom op. Juist, deze hebben we ook wel. Deze hebben we makkelijk. Deze kerel die is gewoon te laat met alles eigenlijk. Rustig aan. Die hebben we tenminste ook down.
Nou is even de vraag, leeft hier nog eentje? Oh ja, zeker leeft er hier nog eentje. Wat ben jij aan het doen? Je bent er gewoon aan het minen met je gewone gear aan. Bruh, jij bent dood. Hoppatee. Nice, oké. Dan hebben we dus nu het hoofd naar beneden geflikken. Tuurlijk. Oké, we hebben in ieder geval ze allemaal gekild. We hebben 3 hoofden. We hebben ook nog het lucky item in het midden. Laten we die eerst even gaan halen. En wat zijn het? Heal bottles. Nou ja, weet je. Not bad at all. Niet het beste, maar ook niet het slechtste. Dus wat dat betreft, het is oké. Doen we deze even snel. Oké, we hebben nog een minuut. Oké. We gaan even druk erop zetten, maar we hebben nog een minuut. Wat komt hieruit? Oké, allemaal niks boeiend wat dat betreft. Sharpness. Oké. Ik kan nog een sharpness erbij kopen. Dan heb ik sharpness dinges. Armor. Oké, dit heb ik natuurlijk expres gedaan, omdat ik natuurlijk al had uitgerekend wat ik wil gaan doen. Die plaatsen we lekker zo. Doen we deze daarin, doen we die daarin met die. Doen we die met die. Kost 2 levels, hebben we niet. We moeten snel levels gaan fixen, kom op. Lichter, oké, licht een mooi gear setje. We moeten snel levels fixen. En dan kunnen we door. Oké, kom op. Sharpness 1 met sharpness 1 wordt sharpness 2. Sharpness 2 met sharpness 2 wordt sharpness 3. Hoppatee. Die zetten we daar neer. Dit pakken we meteen op. Bloep. Uit. Protection 1, protection 3, protection 3, protection 3. Protection 3 hier ook nog een keer op. Hoppatee, hartstikke mooi. En wij kunnen eigenlijk gewoon meteen doorgaan. We hebben nog 10 seconden over. We zijn ontiegelijk goed gegeerd. Terwijl ik even naar mijn cam kijk, want ik zie er vandaag ook weer... Ja, ik moet het toch weer zeggen hoor, maar ik zie er wel lekker uit. Ondanks dat de cam achterloopt. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ik moet zeggen, we zijn wel behoorlijk gestekt. We hebben sharpness 3 natuurlijk en we hebben een heerlijk gearsetje. Dus wat dat betreft... Wow. Even ontspannen jij. Kom op, ga dood. Kom op. Oké, we hebben hem down. Iets pittiger dan verwacht. Maakt niet zo heel veel uit op zich. We hebben hem down. Wat wij doen is dat gaan appels erbij kopen. Heelbottles erbij kopen. En we gaan wederom door, weet je. Meer dan dat kunnen we niet doen. We moeten ook gewoon kaart in één keer doorgaan. En ik zat te twijfelen. Ik kan natuurlijk nog eventjes mijn leggings samen gaan voeren. Protection 2 erop, maar... Ik denk dat het ook wel goed moet gaan komen dat we gewoon Protection 1 hierop hebben en we gaan gewoon door. We zien hier al de volgende. Het volgende slachtoffer, hallo. Hallo slachtoffers, moet ik eigenlijk zeggen. Jij moet dood. Je hebt een wolf, je hebt best wel een mooie gear eigenlijk, dus ga eens even dood. Oké, deze down. Heal bottle, kom heal bottle, nice. Oké, hij komt achter mij aan, lijkt het wel. Wat ben je aan het doen? Ben je nog serieus hier gewoon aan het looten, bruh? Ben je gewoon serieus hier aan het looten? Dat doen we niet, hè? Hey, dat doen we niet. Doe maar in je vrije tijd. Oké, deze down. En nou jij nog. Kom op. Oké, ik moet eigenlijk weg om te gaan healen. Maar ik denk dat ik door kan gaan om te killen. Ik denk dat het gaat lukken. En we did it, mensen. 7 kills. Een win. Een heerlijke eerste round. Hoeveel coins krijgen we hiervoor? 2660. En mensen, ik zie jullie gewoon allemaal lekker in de volgende game. Goed, mensen. Dan ben ik weer in een nieuwe game. Kijken natuurlijk of we hier de win in voort kunnen zetten. Wat natuurlijk helemaal nice moet zijn eigenlijk. Ik moet ook zeggen... Jezelf complimenten geven wordt vaak afgestraft door karma dat je soms in de volgende game heel snel doodgaat. Heb ik altijd zo'n beetje gevoel natuurlijk, het gaat nergens over, maar hè. Men zegt het. Maar ik moet zeggen, het vorige potje, ik denk dat ik het slim heb uitgespeeld om... toch wel die wapens erbij te kopen. Dat zit gewoon even rustig op het moment na een hectische fight. Want uiteindelijk is het toch een soort van 3 tegen 1, wat je eigenlijk moet doen. Om dan toch nog, toch een soort van rustig na te kunnen denken. Om dan te denken van, goed, ik koop een extra sword, ik koop gear, ik koop dit en dat. En dan... Voor je het weet heb je gewoon een mooi gear setje en weet je gewoon die game te winnen. Wat super chill is. Ik moet ook zeggen, ik vind de solo mode van deze game mode vind ik fijner dan de team mode. Natuurlijk team speel ik dan met Dylan of soms met Jer wat dan ook. Maar ik weet niet, solo vind ik toch wat fijner dan een team. Ik weet niet waarom. Duffy, je bent gewoon egoïstisch en je kan niet in een team werken. Nou ja, er zit misschien ook wel wat in. Nee, ja, ik heb geen idee waarom. Ik weet niet. Trouwens mensen, wat wel even leuk is, laat eens in de reacties achter. Natuurlijk als je het toch nog niet hebt gedaan, ook even een like aan klikken. Laat eens in de reacties achter welke kit jij gebruikt hier in deze game mode. Ik gebruik heel vaak dus nu eigenlijk altijd die alchemist gebeuren of zo. Dat ik een aantal bottles krijg, vind ik zelf een zeer goede kit. Maar Dylan bijvoorbeeld, die gebruikt de... Zou weer trouwens veel te weinig emeralds hebben. Dylan die gebruikt de een diamond sword bijvoorbeeld, die altijd krijgt. Wat voor kit gebruik jij? Ik ben er toch wel eens benieuwd naar wat iedereen doet. Ik wil sowieso namelijk ook nog meerdere kits gaan. Hoop natuurlijk dat ik ze ten eerste krijg natuurlijk van de zombie eigenlijk. Maar het is eigenlijk wel... Ik wil meer kits uitproberen, maar ik weet niet echt wat is slim om te nemen. In de zin van, jullie kijken natuurlijk mijn video's. Jullie weten wat dat betreft hoe ik PvP in de zin. Welke kit denk je dat goed bij me past? Laat het gewoon achter. Natuurlijk, iemand kan ook gewoon direct achterlaten. Iemand anders kan hem liken. Terwijl wij serieus een... Lucky Block uit de Lucky Block krijgen. Oké.
Ik bedoel, geen enkel probleem. Ik weet niet dat het komt, maar hey, lucky block uit de lucky block. Oké dan. We hebben genoeg emeralds voor een diamond sword met sharpness. Doe natuurlijk meteen risicovol om die te gaan nemen. Ja, gaan we dat doen? Ja, nee. We doen denk ik een helm. Dan doen we die. En ons goud is op. Maar we hebben wel een mooi gear setje wat dat betreft. In ieder geval mooie stuff hebben voor de game. En misschien is het wel gewoon een winfactor dat wij hiermee de game kunnen winnen. Blast protection. Ai. Protection. Dadelijk gaat er weer zo'n... protection. Ik protect mijn helm terwijl ik die niet eens op ga doen. Het is wel beter enchant dan het vorige potje. Maar... ik vind het wel jammer dat we natuurlijk op de Diamond Helm, wat natuurlijk ons sprongstuk is, dat we daar dan weer troep op krijgen eigenlijk. Vind ik toch altijd wel een beetje jammer, maar hey, je moet er blij zijn met wat je krijgt en het maakt zich helemaal niet uit op wat jij je protection krijgt. Protection is protection, dus wat dat betreft, het is altijd goed. Lava houden we denk ik ook maar gewoon bij ons voor een keer. Want ik weet wel, je kan mensen natuurlijk daarmee in de fik zetten en dan water om onszelf te kunnen blussen. Extra dingen mee voor het geval dat. We hebben nog een minuut de tijd. Ik kan nu een minuut de tijd een lulverhaal tegen jullie gaan ophangen. Maar ik kan het ook gewoon even knippen, dus tot zometeen. Goed mensen, daar ben ik weer. We hebben nog 10 seconden de tijd voordat de muur gaat vallen. Ik heb al gezien dat onze buurman aan de rechterkant heeft een diamond body. Dus daar gaan we denk ik ons maar even lekker op focussen om die te killen. We hebben speed ingenomen, we hebben onze gouden appel gegeten. Let's freaking go, die zetten we even aan. En je ziet hem al rennen. Wat ga je doen? Oké, je denkt hier zeker een free kill op te kunnen rapen. Denk het niet, bro. Ik ga expres op jou, omdat jij meer in gevaar bent dan die andere. Die andere was toch al low. Wat dat betreft, hoppatee. Oké, wacht eventjes, Duffy. Ho. Voordat we weggaan, bottles gooien. Omdraaien, vechten. Er is lag. Het kan zijn dat ik lag heb. Het kan zijn dat de game gewoon lag heeft. Dat hij pixel lag heeft. Kom op, en we hebben hem dood. Dit was een van de meest walgelijke fights die ik in deze game mode gehad heb. In de zin van lag. Ik denk dat het aan mij lag, aangezien ik... ik heb 3 bar, maar anderen hebben... maat is helemaal geen moer uit. We leven wat dat betreft en dat is gewoon super chill. Maar het is wel dat je denkt van... meh, mot dat nou? Mijn trick is om deze te gaan enchanten. Ik wou de protection op krijgen. Oké, dat is niet gebeurd. We hebben hier sharpness... We hebben al sharpness 2. Oké, dat wordt 3 keer armor. Hoppatee. Niet moeilijk doen, weet je. We hebben het toch al, dus we gaan er gewoon voor. Hoppatee. Die flikker op de grond. Body boots. Die gaat natuurlijk gewoon aan. De boots. En deze body gaat aan. Moeten we dan nog even snel wapens gaan samenvoegen. Naar sharpness 1 met sharpness 1 wordt sharpness 2. Sharpness 2 met sharpness 2 wordt sharpness 3. Ik heb niet genoeg om nog meer ervan te halen. En ik denk verder dat we zo'n beetje klaar zijn. We hebben ook helemaal geen eens goud meer gekregen. Dat hebben ze echt allemaal opgemaakt. Stelletje gieren. Maar het is te doen wat we nog hebben. We hebben ook natuurlijk nog hier een enderpearl. Dus dat is ook wel nice. We hebben nog allemaal dieren. Die gaan we denk ik maar meteen even inspannen. Gewoon hebben die alvast bij ons. Hop. En hop. Dan doen we die zo. Oh wacht, we hebben ook nog een zombie. Tuurlijk, waarom niet? Die spannen ook nog even in. En we eten onze gouden appel. En we gaan natuurlijk voor win nummer 2 van de dag. Wat super chill zou zijn. We gooien deze de lucht in. En let's freaking go. Eerst maar eens even hier naar onze buurman toe. Waar zit hij? Helemaal hier naartoe. Oké. Dan gaan we rennen op deze kant, als deze dichtstbij is. Hè? Waar zit hij dan? Nou, hij is nog aan het enchanten, joh. Broer. Je bent een beetje laat, kan ik je melden. Ja, ik kan wel healbottles gaan gooien, maar je bent gewoon laat. Je bent gewoon ontierlijk laat. Hij gaat een beetje achter zich kijken. Zo van, zit hij dat werk achter me aan? Ja, brah, ik zit achter je aan. En je bent nu down. Hoppatee. Want ik wist door die hits die ik op je kreeg dat jij daardoor niet meer lekker kon rennen. En dan, voor je het weet, ben je gewoon down. En dan is het gewoon klaar. Even kijken, we rennen nou lekker deze kant op. Waar de freaking hell zit je? Zit je boven de grond of onder de grond, brah? Oh, hier zit hij of niet? Ja, hier is hij. Kijk eens aan. Hallo. Hallo meneer, hallo. Oh, fire respect. Sick, mate. Sick. 10 out of 10. Sick. En je bent dood. Hoppatee. Nice. Oké, die is ook down. Eten we ze gauw. Voor mij hoorde die terecht bij mij hoor, maar goed. Nog een keer fire respect, maar ik heb Charms 3 bro en ik heb betere gear dan jou. Kom op en boom! Dat is win 2 van de dag. 5 kills, weer een heerlijke win. Hoeveel coins krijgen we hiervoor? Nog eens een keer 1830. En mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Crazy Walls. Mocht je nou wel leuk hebben gevonden, vergeet niet even om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken. Als je nieuw bent, laat ook gerust wat in de reacties achter. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video.
Later mensen.